Opnieuw hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie. Ik ga met u behandelen goddelijke genezing. Een heel belangrijk onderwerp. Het woord van God is altijd belangrijk, maar om ermee bezig te zijn is nog belangrijker. En daarom ben ik dankbaar dat ik dit onderwerp ga behandelen. Ik heb het wel eens een keer gedaan. Maar het is elke keer wel eens goed om in herhaling te gaan. Mijn trouwe kijkers en luisteraars weten dat ik ongeneeslijk ziek ben. En nou ga ik spreken over goddelijke genezing. Hoe kan dat? Nou, ik hoop het hier in deze boodschap aan u door te geven. Goddelijke genezing is van God daarom onveranderlijk. Want onze God is onveranderlijk. En eeuwig. Want de Heere zegt, voorwaar ik de Heere ben niet veranderd. En gij kinderen van Jacob zijt niet verteerd. Dat vinden Malachi hoofdstuk 3 vers 6. Wij mensen denken heel beperkt. Wij zijn beperkt in de jaren dat we leven op aarde. Maar God is vele malen groter en zijn plan is roemrijk. Daarom is het goed. Want mijn ongeneeslijke ziekte is maar tijdelijk. Want ik ben voor de eeuwigheid bestemd. Om eeuwig bij mijn Vader te zijn. Als wederomgeboren Israëliet zal ik met Jezus terugkeren op deze aarde. Om met hem om te beginnen 1000 jaar te gaan regeren. Dat is mijn uitgangspunt. Dus daarom wil ik dat woord van God zo goed mogelijk aan u doorgeven. Het woord zegt verder, want ik, de Heere, ben uw heelmeester. En denk erom, lieve mensen, God spreekt hier tot zijn volk. Hij spreekt niet tot de volkeren buiten Israël. Hij is Israëls geneesheer. Hij is voor het volk gekomen en gestorven en opgestaan, zodat het volk weer vrij zou kunnen zijn. Vrij van zonde en ziekte. Maar gedragen wij ons daar ook na? Want onze God is eeuwig. Hij zegt, ik ben zonder een begin en zonder einde. Wat hij gisteren was, is hij vandaag. En zal morgen ook zijn, tot in alle eeuwigheid. En Jezus van Nazareth is gekomen om de wil van de Vader te doen. Dat staat in Hebreeën 10 vers 7. Toen heb ik gezegd, hier ben ik, o God. Ik zal doen wat u van mij wilt, zoals in de boekenrol over mij geschreven staat. In Handelingen 10 vers 38 kennen we het volgende lezen. En hoe God door Jezus van Nazareth heeft gezalfd met de Heilige Geest en bekleed met macht. Als een weldoener ging hij rond en hij genas alle die in de macht van de duivel waren, want God was met hem. U ziet het dat God de Vader, Heer Jezus, heeft gezalfd. Met wat? Met de Heilige Geest, want Jezus is gewoon zoals wij als mens geboren. Hij is niet geboren met allerlei macht en pracht en pronkraal. Nee, hij is geboren als mens. Zijn moeder Maria heeft hem gebaard, maar zijn verwekker was God de Vader. En daarom werd hij gezalfd met de Heilige Geest. En bekleed met macht. Dus, en toen ging hij als weldoener rond en hij genas alle die in de macht van de duivel waren, want God was met hem. Prachtige woorden om goed te onthouden. Met andere woorden, als wij deze twee schriften bij elkaar zetten, dan zien wij dat Jezus gekomen is om de wil van God te doen en deze wil was en is, want God is de eeuwige, hij zegt, ik ben, om alle te genezen
die onder de macht van de duivel zitten. Om alle te genezen. Niet hier en daar een beetje. Om alle, en dat betekent zijn hele volk te genezen. Hij kan niet later op de troon van David zitten en over een zwak en misselijk volk gaan regeren. Nee, als hij op die troon gaat zitten van David, dan heeft hij een volk die volmaakt is zonder zonde. Volmaakt naar ziel, geest en lichaam. En dan moet je niet vergeten dat uit dat volk God voor Jezus een lichaam heeft bereid. De Ecclesia, de uitgeroepenen uit Israël, die zijn lichaam vormen, waarvan Jezus dan weer het hoofd is. Nou, dus dat lichaam moet dingen doen die het hoofd bepalen. Goed, meer dan de helft van de bediening van onze Heer Jezus op aarde was goddelijke genezing. Want in Johannes 14 vers 12 zegt, ik verzeker jullie, wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe. Ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader. Dit geldt voor iedereen van Israël die in hem geloven, voor alle tijden. Jezus heeft gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Hij spreekt tegen zijn discipelen. Hij spreekt niet tegen de wereld. Dit bevel staat dan ook voor alle tijden, voor alle discipelen van Jezus. Jezus is niet alleen geschiedkundig. Dit is dan ook de grootste oorzaak van de krachteloosheid van de hedendaagse kerk. Omdat zij Jezus alleen als geschiedkundig feit zien en zijn bediening totaal uit het oog zijn verloren. Zij zullen wonderlijk spreken enzovoort over de wonderwerken en krachten van Jezus. Maar de nadruk leggen dat dit gebeurde in die dagen en niet geldt voor onze dagen. Nee, dank God, Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, vandaag en altijd staat in Hebreeën 13 vers 8. Wat hij gisteren gedaan heeft en wat hij in de toekomst zal doen, doet hij ook vandaag. Halleluja! Zieke wereld, zondige wereld, bevreesde wereld en beangstige wereld, er is een verlossing voor u vandaag. Precies zoals in de dagen van zijn omwandelen op de aarde. Dat komt door zijn wonderen. We lezen in Matthäus 8 vers 16 en 17. Toen het avond geworden was, bracht men veel mensen bij hem die bezeten waren. Hij dreef de duivelse geesten uit met een enkel woord en maakte alle zieken beter. Doordat alles ging in vervulling, wat de profeet Jesaja gezegd heeft. Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekte gedragen. Dus Jezus dreef duivelse geesten uit bij zijn mensen, bij die ademieten, die door duivelse geesten waren bezet. Vandaag op de dag gaan we naar een psychiater of een psycholoog en dan krijg je medicijnen. Maar die duivels blijven gewoon zitten. Roken, drinken, overspeligheid, al die zonden, al die hardnekkige zonden die alles maar aangaan, zijn duivelse oorzaken dat wordt bewerkt door demonen. Maar mensen geloven daar dus niet in, dus zij wijven dat gewoon weg. Maar ondertussen zijn ze slaaf van die demonen, want ze doen precies wat die duiveldemonen van je willen. Overspel, liegen, echtbreken, kwaadspreken en ga zo maar door. Homofiel zijn, kindermoord in de moederschoot, et cetera, te veel om op te noemen. Maar Jezus wees ze uit met één woord. En ze gingen weg. In Jesaja 53 vers 4 vers 5, daar komt dat gedeelte uit Matthäus 8 vandaan. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. En onze, dus voor Israël, smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze Israëls overtredingen werd hij doorboord, om onze Israëls ongerechtigheid verbrijzeld. Moet je voorstellen. De straf die ons Israël is
heeft hij de vrede aangebracht. En het was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus heeft dat allemaal ondergaan. Het lijden in Gethsemane, het hangen aan het vloekhout, de bespotting en al die andere zaken, de toren van God kwam over hem, heeft hij allemaal voor ons, voor Israël, gedaan. Maar u weet dat dus niet. Daarom moet u uw Bijbel erbij houden om te kunnen weten wat er staat geschreven in de Bijbel. Predikers, dominees en al die andere lui filosoferen met dat woord van God. En ik moet je zeggen, ze kunnen dat heel erg goed. Maar het raakt nooit de kern van de macht en de heerlijkheid van die opgestane koning van Israël. Dus Jesaja verklaart dat de ziekte van het lichaam op Jezus is gelegd. En dat hij voor ons volk het heeft gedragen. Wij moeten nooit toestaan dat iemand zal zeggen dat dit alleen gebeurde in Jezus' tijd. En dat het na het apostolische tijdperk heeft opgehouden. Want moet de rest van Jesaja ook voor die tijd zijn bedoeld. Want er staat, wij allen van Israël dwaalden als schapen, want Israël is een schapenvolk. Wij wenden ons ieder naar onze eigen weg. Kijk vandaag maar naar ons eigen volk, hoe dat in elkaar zit. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Moet je voorstellen, de zonde van het gehele volk. Dat moet een lading van zonde geweest zijn. Daarom heeft Jezus onvoorstelbaar geleden. Als dit alleen maar was voor die tijd, dan was vergiffenis van alle zonden voor diegene die leefde in Jezus' dagen. Dan hadden wij er niets aan. Dan zijn alle die niet in die tijd hebben geleefd verloren, zoals ook u en ik vandaag. Nee, loof de Heere, het is voor alle tijden ook vandaag en wij kunnen vrijmoedig gaan staan op Jesaja 53 vers 4 tot 5. Dit wordt in 1 Petrus 2 vers 24 bevestigd. Die zegt, die zelfs onze zonde, en die onze is nog steeds Israël, want Paulus schrijft aan die verloren schapen van Israël, in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, omdat wij Israël aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen. Dank God, Jezus is gestorven en opgestaan, om mij en u van ziekten te genezen. Kom, terwijl u deze woorden leest en wordt gered en geneest overeenkomstig de onfeilbare beloften van God. De mens zal namelijk niet van brood alleen leven. Deze woorden heeft Jezus tegen Satan gezegd toen hij hem in de wildernis heeft verzocht. Gaan we weer lezen in Matthäus 4 vers 1 tot 11. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij de laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, er staat een dubbele punt, dan zeg ik altijd, let op, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van de dak des tempels en zeide tot hem, ook weer een dubbele punt, opletten, indien gij Gods zoon zijt, werp u dan naar beneden. Er staat immers geschreven, dan gaat die duivel ook het woord van God naar voren brengen. Aan zijn engelen zal je opdracht geven aangaande u, en op uw handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde tot hem, weer een dubbele punt, goed opletten, er staat ook geschreven, weer een dubbele punt, dan gaat Jezus iets zeggen wat belangrijk is, hè? Moet opletten, gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheden en zeide tot hem, dit alles zal ik u geven,
indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus hem, ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. Terwijl ik dit dan zo zit te lezen, kom ik tot de ontdekking dat ik denk, hé, hoeveel keer komt de duivel niet naar een mens toe om hem te verleiden? En we zijn dikwijls niet in staat om hem weg te zenden. Maar als wij doen zoals Jezus het hier heeft uitgesproken, bezitten wij die macht ook. Dus daarom is bidden en volharden een eis. Dus het menselijk lichaam moet leven van brood, oftewel voedsel. Maar zijn ziel kan alleen leven op het woord van God. Anders sterven wij, heeft Jezus tegen de farizeeërs gezegd. Hij zegt in Matteüs 22, vers 29. Jezus antwoordde en zei tot hen, weer een dubbele punt, gij dwaalt, want gij kent de schriften niet, noch de kracht Gods. Dus wij kennen de schrift niet en noch de kracht van God. Daarom zijn de kerken zo machteloos. Daarom is het christendom zo machteloos in deze tijd. Daarom leven wij zo in zonde en hebben die heidenvolkeren de macht over ons. Moet je over nadenken. Het is de tragedie van de moderne mens. Zijn hoofd zit vol kennis, maar zijn hart is leeg zonder woord van God. Zijn hart vergaat van honger en dus zijn lichaam door de ziekte. Dat zegt David in Psalm 103, vers 2 en 3. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw krankheden geneest. Zijn dit geen geweldige woorden van troost en bemoediging om weer een dag door te komen? Je hoeft niet altijd ziek te zijn of ongeneeslijk ziek te zijn, maar vele mensen hebben pijn en zijn moedeloos. Want ze kunnen niet van hun zonde ontslagen worden, ze kunnen zichzelf niet genezen van ziekte of wat dan ook. Kijk, doktoren die lappen alleen maar een beetje iets op. Want daarom gaan uiteindelijk al die mensen dood. Duizenden mensen sterven elke dag in ons land. Maar we hebben het niet door. We staan 's morgens op en we gaan naar ons werk en we doen al die andere dingen. We zitten altijd met problemen, altijd met zorgen. Mensen raken soms uitgeput. Een burn-out noemen ze dat, om een mooi Engels woord te zeggen. Goed. Daarom is het van ons, voor u en mij, belangrijk dat wij doordrongen worden met het woord van God. Leer zijn belofte te kennen en geloof dit, zijn geboden en doe dit. Bewonder zijn wonderwerken en prijs hem daarvoor, zijn almacht en bid hem en kijk of zijn leven niet door u zal beginnen te vloeien en daar genezing zal plaatsvinden. Wat is het fijn als wederomgeboren mens om met God alleen te zijn in je binnenkamer, waar je dat ook doet. Dat je alleen bent, dat je kan praten in je eigen woorden en gedachten om die bij je vader te leggen. Wat er ook op dat moment in je leven gebeurt. Of je blij bent en dat je alles rooskleurig ziet, dan loof je en prijs je God makkelijk. Maar als je moet overleven van dag tot dag, met mij, al die ongeneeslijke zieke mensen moeten dag aan dag strijden om die dag te overleven. En de andere dag begint het dus weer. Daarom is het goed om die kracht van God in jezelf te krijgen. Want hij wil met zijn Heilige Geest in ons wonen, net zoals hij dat bij Jezus deed. Want Jezus staat aan onze deur en klopt en vraagt om binnengelaten te worden. En wil ons redden. Verlossing en genezing en doop in de Heilige Geest voor u waarmaken. Wij gaan hem immers spoedig ontmoeten. Ik ben bijna 75. Als ik niet ziek was geweest, hoeveel tijd zou ik dan hebben gehad? Ik weet het dus niet. Want de Bijbel noemt 70 zeer sterk en als je 80 wordt, zeer sterk. Dus die
leeftijd van de mens is ongeveer bepaald. Door de moderne geneeskunde kunnen mensen levens gerekt worden. Maar weinigen komen boven de 90 uit. En dan is het ook het einde. Nee, we moeten zorgen in die periode dat wij op deze wereld zijn. Wandelen met God. Hij is immers onze vader. Waarom gaan we altijd bij de duivel te biechten? Waarvoor gaan we altijd achter ons vlees? Waarom zondigen we? Omdat we Jezus niet kennen zoals hij werkelijk is. In Openbaring 3 vers 20 en 21 daar staat ook: zie, daar zegt Jezus, ik sta aan de deur en die klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dan gaat hij verder. Gaat hij verder. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Moet je voorstellen. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. De troon van de Heer Jezus is de troon van David. En de troon van God is vele malen hoger. En hij zit dan ook op de troon van zijn vader. Want hij zit momenteel aan de rechterkant van zijn vader. En dan nodigt hij u en mij uit als Israëlieten om met hem maaltijd te houden. Dat kunnen we doen door middel van het avondmaal. Door omgang met hem te hebben. Door het woord te lezen. Want dat is brood, levend brood wat we gebruiken. En dan zegt hij dat we op zijn troon mogen zitten. Moet je voorstellen, Willem-Alexander zou geen die zo'n stukje opschrijven op zijn troon. Zelfs zijn vrouw zit op een aparte stoel die al veel lager is, moet me opletten. Want hij is koning. Zij is koningin. Dat is maar een naam, dat is maar een titeltje. Zij heeft helemaal niks te zeggen. Maar hij is zogenaamd de machthebber. Nee, bij Jezus is het zo dat we op zijn troon gaan zitten en dat we koningen en priesters zullen zijn om de wereld onderwijs te geven. Goed, we gaan verder. Het bevel en de belofte. In zijn opstandingsheerlijkheid en kracht heeft Jezus tegen zijn discipelen van alle tijden gezegd, dubbele punt, goed opletten, Matthäus 28 vers 19 en 20, dat is ook een hele belangrijke tekst die altijd verkeerd wordt uitgelegd. Ga dan heen, dus hij praat tegen zijn discipelen, niet tegen de wereld. Maak al de volkeren tot mijn discipelen. Dan moet je weten welke volkeren, namelijk die uit Abraham, Isaac en Jacob zijn voortgekomen. Letterlijk nageslacht. Want aan Abraham was beloofd dat hij een vader zou worden van vele volkeren. Dus hier worden dus niet Afrikanen bedoeld. Hier worden geen moslims mee bedoeld. Hier worden geen hindoes mee bedoeld. Dat bedoelt hij dus niet. Maar dat weten we dus niet. Wij zeggen, oh het staat er. Maak al de volkeren. Ja, al de volkeren. Staat de voor. Niet alle volkeren. Dat staat er dus niet. Het gaat om een specifiek uitverkoren volk. En dan staat er, en doopt hem in de naam des vaders, des zoon en des heilige geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dus Mozes, psalmen en de profeten. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dus hij is nu ook met ons door de inwonende heilige geest. Tot op de dag dat hij terugkeert, zijn volk verzamelt, zijn lichaam bij zich roept, zodat er een volmaakte man straks over het volk Israël zal heersen als koning en met Israël over alle volkeren van de aarde. Zo zit het in elkaar en niet anders. Let goed op. Jezus heeft gezegd, dubbele punt, ik ben met u, Israël, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dit is een bevel en een belofte die vandaag ook nog geldt. En wij, Israël, moeten dat bevel uitvoeren. In Markus 16, vers 19 en 20 zegt hij het zo. De Heere Jezus dan werd nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Dan geeft hij een bevel. Doch zij gingen heen en predikte overal, terwijl de Heer medewerkte en het woord bevestigde
door tekenen die erop volgen. Als de Heer Jezus toen samenwerkte met hen, doet hij dat ook nog vandaag. Want dat is zijn belofte, want ik ben, dat is Gods naam, met u tot aan de voleinding der wereld. Nergens in de schrift staat dat de wonderen en tekenen ooit ophouden voor de voleindering van de wereld. Er staat ook niet geschreven dat de tekenen en wonderen bedoeld waren om aan te houden totdat het Nieuwe Testament voltooid is. Dit zijn menselijke vertolkingen die zijn ontstaan uit ongeloof en niet vanuit het woord. Want tekenen en wonderen zijn schriftuurlijk. Onze Heer Jezus zegt zelf dat hij zich beroepen heeft op die tekens en wonderen als bewijs van zijn goddelijke zending. Toen een zondig en overspelig geslacht niet in hem wilde geloven. Er was ook een geslacht van de tegenstander aanwezig, de slechte Joden die uit Ezo en Amalek zijn, en ongehoorzame Israëlieten. Daar had hij mee te maken. In Johannes 14 vers 11 staat, geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader is in mij. Of anders, geloof om de werken zelf. Met andere woorden, kijk dan naar mijn vruchten. Wat zijn onze vruchten? Belangrijk. Natuurlijk hebben diegenen die niet willen geloven, niet geloofd. Al heeft Jezus tekenen gedaan. Zelfs de opwekking van Lazarus konden sommigen niet overtuigen. En wilde Jezus en Lazarus, een beetje raar woord, wij gebruiken het altijd een hele negatieve prachtig. Leuk als je verspreekt, het wordt steeds erger. Nee, Lazarus doden, vermoorden. Ze wilden namelijk de bewijzen vernietigen. In Johannes 11, vers 43, vers 46 zegt hij, en na dit gezegd hebben, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. De gestorven kwam naar buiten, de voeten en handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. En Jezus zei hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Velen der Joden dan, die tot Maria gekomen waren, aanschouwden hadden, hij gedaan had, geloofden in hem. Sommigen van hen begraven zich naar de Farizeeën zeiden wat Jezus gedaan had. In Johannes 12 vers 9 tot 11 lezen we dan verder. De grote menigte uit de Joden dan kwamen te eten. En hij was daar. En ze kwamen niet al om Jezus, maar ook opdat ze Lazarus zouden zien. Die hij, Jezus, uit de doden had opgewekt. En de overpriesters, let op, beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Maar velen der Joden ter wille van hen kwamen en die geloofden in Jezus. Want er zitten in het Jodendom twee soorten. Goeie, die van Juda zijn, en van Ezo en Amalek. Maar welke predikant weet dat nog? Welke evangelist weet dat en leert dat? Nobody. Niemand. Zelfs de opstanding van Jezus konden velen niet overtuigen. En zij waren wel de kerkleiders van die dagen. En zo is het ook vandaag. Wie niet overtuigd wil worden, zal ook niet overtuigd worden, ook al zal er iemand uit de dood opstaan. Want in Lucas 16 vers 31 staat, doch hij zei dat hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen, let goed op, zullen zij ook niet, indien iemand uit de doden opstaat, zich laten gezeggen. Als je zo'n tekst overpeinst, openbaart de Heilige Geest hele diepe dingen. Hij zegt, indien zij naar Mozes en de profeten niet zullen luisteren, of niet luisteren, dat doen wij vandaag niet, dan luisteren we niet meer naar Mozes en de profeten, dus dat doen we dus niet. We hebben zo onze eigen filosofieën in de kerk, daarvoor heb je zo verschillende veel soorten kerken. Licht, zwaar. Maar die zullen dan ook niet geloven als er iemand uit de dood opstaat. Want ze geloven Mozes en de profeten niet. Waarom zit je dan in de kerk? Waarom ga je dan zondagsmorgen naar de kerk? Moet je jezelf eens afvragen.
Waarom ga je naar de kerk? Waarom loop je achter predikanten aan? Moet je jezelf eens afvragen. Goed. In de dagen van de eerste gemeenten hebben de discipelen gebeden voor tekenen en wonderen. En toen werden zij vervolgd door de priesters en schriftgeleerden en de farizeeërs. Dat zal vandaag ook zo zijn. Dus als God meewerkt met wonderen en tekenen, als God ons helpt als evangelisten om het woord van God recht te snijden, wat ik altijd doe, dan word je vervolgd door priesters, predikanten, schriftgeleerden, godgeleerden en farizeeërs. Ik ken er een boek over schrijven. Handelingen 4 vers 29 en 30. En nu, heren, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat doe ik ook. Met alle vrijmoedigheid breng ik dat woord van God. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. Paulus schrijft aan de Romeinen als volgt. Door krachten van tekenen en wonderen, door de kracht des geestes, niet door jouw geest, niet door jouw woorden. Zo heb ik van Jeruzalem rondgereisd tot Illyrië en de prediking van het evangelie van Christus volbracht. Vers 15, hoofdstuk 15, vers 19. Als Paulus en de andere apostelen en onze Heer Jezus zelf door middelen van tekenen en wonderen de heidenen tot gehoorzaamheid gebracht hebben, zouden wij dit dan ook vandaag niet nodig hebben. Als wij de tekens en wonderen van de eerste gemeenten volgehouden hadden, zouden wij nu niet in de schande geleefd hebben vandaag, waarin het communisme, socialisme, humanisme en alle andere ismes in een halve eeuw meer bekeerlingen gemaakt hebben dan het christendom naar 20 eeuwen. Moet je ook goed over nadenken. En dan moeten we ons heel diep schamen als kerken. Let op, elke herleving levert zijn tekens en wonderen. Als de mens de geschiedenis van de christelijke kerk zal nagaan, zal hij zien dat elke herleving zijn eigen tekenen en wonderen heeft opgeleverd. Dit kan ook niet anders, want de Heilige Geest is het die van Jezus getuigt en van zijn bloed en zijn wonderen. Want Jezus zegt in Matteüs 12 vers 28... dat hij zelf door de geest van God duivels uitdrijft. Dit was juist de lastering van de Heilige Geest door de farizeeërs, wat Jezus gezegd heeft. Het was een onvergeeflijke zonde. Vandaag maken wij nog steeds zieken gezond en drijven duivelen uit door de kracht van de Heilige Geest. Laat diegene zeggen dat die duivels werk is. Gewaarschuwd zijn dat ze niet dezelfde onvergeeflijke zonde begaan als de farizeeërs. Ach, lieve mensen, er zijn zulke aanvallen op het woord van God als je ook zo'n studie brengt zoals ik dat nu doe. Oké, je moet eens weten hoe mensen dan in opstand komen. Mensen komen op een avond om naar je lezing te luisteren of naar je bijbelstudie. En dan moet je kijken dat je wat je in de pauze dan allemaal te horen krijgt. Want ze kunnen zo moeilijk luisteren voor wat er gezegd is. Ze hebben een hoofd vol met eigen ideeën en interpretaties. En die spuien ze onmiddellijk als ze de kans krijgen. Nee, het is een zeer kenmerkend, dwars door de geschiedenis, dat wanneer de Heilige Geest van God verflauwt, dan verdwijnt ook de goddelijke genezing. Maar waar Gods kinderen een heilig en een ernstig leven leiden en de Heilige Geest krijgt zijn rechtmatige plaats, dan zijn er ook tekenen en wonderen. Prijs de Heer. En waar de tekens en wonderen zijn, daar is ook altijd weerstand en vervolging van farizeeërs en schriftgeleerden die buiten staan. Want ze kennen de schriften niet en ook de kracht van God niet. Je kan naar de universiteit geweest zijn. Je kan dokter in de godgeleerdheid zijn. Je kan professor in de godgeleerdheid zijn. Je kan dubbele titels hebben. Sommige van die mensen die in de verdieningen hebben die dan die titels. En andere mensen kijken met vol ontzag, kijken ze dus na. Hebben altijd veel toehoorders als ze spreken. Maar ik heb
aan die lui niets. Ik luister daar wel eens naar, ik kijk wel eens op het internet, ik zoek wel eens dingen op. En dan hoor ik die lui praten en denk ik, jullie kennen heel mooi klessenbessen. Maar jullie zijn zeer ver van de waarheid. Jullie zijn net zo krachteloos als alle voorgangers van jullie. Waar kan je in Nederland naartoe als je ernstig ziek bent en dat er een voorganger, een evangelist, dat ware woord van God spreekt en dat er spontaan in die zaal mensen genezen? Want die hele handopleggerij van die zogenaamde genezers, daar heb je helemaal niks aan. En als ze achterover vallen, dat is allemaal satanisch. Dat heeft niks te maken. Nee, het woord van God, gesproken door die mens, vervuld met de Heilige Geest, zal iemand gezond maken. Daar hou ik me altijd aan vast. En daar ben ik blij mee. Daarom kan ik elke dag, dat ik opsta, weer de Heer prijzen, loven, danken en mijn werk als evangelist doen. We gaan kijken naar mislukkingen, hè, want dat hoor ik ook altijd. Er zijn veel mensen die niet door dokters worden genezen. Waarom dankt u deze dokter dan niet af? Ja, ze zeggen, ja, die goddelijke genezing werkt niet. Nou, je dokter, ik heb een ontzettende aardige nefroloog, echt waar. Ik hou van deze man, het is een vriendelijke man, het is een mensenmens. En hij doet alles wat hij kan. Maar hij kan mij niet genezen. Schrijf ik hem dan af? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ik ga graag elke 6 weken eraan toe. Want er worden ook velen door dokters geholpen. Waarom geeft u dan niet degene die voor goddelijke genezing staan niet dezelfde gezindheid? Waarom verwerpt u dit als gevolg van de schijnbare mislukkingen? Schijnbare mislukkingen. Ik heb een vriend gehad die zwaar kanker had. Heb ik 3 jaar lang verzorgd. Ik heb veel met hem gewerkt. We hadden samen een hobby model bouwen. We hebben veel gesproken. Hij is tot geloof gekomen. Niet omdat ik tegen hem preekte, maar hij wist wie ik was. En met zijn moeite en zorg heb ik getoond door mijn vruchten om hem te helpen, om hem bij te staan, om met hem te bidden, om met hem te bemoedigen. En hij is tot geloof gekomen en ik heb hem mogen dopen. Hij is gestorven aan die kanker, maar hij zit nou bij Jezus. Hij is voor even gered. Wij kijken naar die paar jaar dat we hier op aarde zijn. Toen ik zijn begrafenis deed, had ik een blij hart en zijn kinderen ook. Die begrafenis was dan wel treurig, maar die was ook blijdschap. Ik wist dat hij behouden was. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ik ken door al mijn preken, al die dingen, geen mens bekeren. Maar de Heilige Geest kan dat. Wat dan van de vele getuigenissen onder de hand van God? Er is een massa ongeloof dat voortvloeit uit spreken van ongeloof die de kracht van God tegenwerft. Want ongeloof beperkt God. Paulus zegt in Psalm 78 vers 41. En verzocht de God wederom en krenkte de heilige Israëls. Weet je, lieve mensen, je kan zo God makkelijk krenken. Ik praat altijd uit mijn eigen ervaring. Dat is altijd het enige waar ik uit kan putten. Ik zie dat andere mensen ziek zijn en ik probeer in te denken wat het is. Maar ik ervaar dat dus niet. Ik heb mijn eigen ziekte dat ik ervaar. En de moedeloosheid die er al vast zit. Maar dan ga ik niet zeggen, Heer, waarom geneest u me niet? Nee, hij heeft gezegd dat hij me wel zou genezen. Hij heeft mij genezen, want ik zal blijven leven tot in eeuwigheid. Natuurlijk, mijn aardse tent wordt afgebroken, maar ik krijg een nieuw leven als ik bij hem ben. Dan moet ik even volhouden, volharden tot het einde. Ik wil die heilige Israëls niet krenken. Waarom zal ik mijn eeuwig leven weggooien door ongeloof? Zelfs de Heer Jezus kon geen krachten doen in zijn dagen in Nazareth. Wegens ongeloof der mensen. In Matthäus 13 vers 57 en 58 staat dat ook. En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei het hen.
Een profeet is alleen in zijn eigen vaderstad en in zijn huis ongeëerd. Zie je het? Dus in je vaderstad en in zijn huis is hij ongeëerd. Ik merk dat altijd. En hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof. Ik wil even spreken over Dr. Andrew Murray, over goddelijke genezing. Toen Dr. Andrew Murray de vraag gesteld werd wat hij van goddelijke genezing dacht, en of hij dacht dat de heren, de dokters en hun medicijnen gebruikten om genezing te doen, was zijn antwoord: de dokters doen ook goed werk. En ziende dat God de bron is van alles wat goed is, moet het goede wat zij doen van God komen. Maar wat mij betreft zal ik liever drinken bij de bron als ik dorst heb, dan om eerst naar een van de stroopjes te gaan. Prachtige gedachte. Wij danken de Heere voor goede dokters. Want wat zal er dan van ongelovige mensen worden? We kijken naar extase. Alles wat heerlijk, krachtig en bevrijdend is, brengt extase voort. Elk kind die een mooi prentje ontvangt, toont dat met uiterlijke tekenen van blijdschap. Iemand die een goede tijding ontvangt, springt op van blijdschap en manifesteert dit op een uiterlijke manier. De verlamde bij de schone poort is gaan lopen en sprong op en prees God, staat in Handelingen 3 vers 8, toen hij genezing had ontvangen. Als de prediker vervuld is met de Heilige Geest, zoals predikers behoren te zijn, zoals in Handelingen 1 vers 4 tot 8, in Lucas 24 vers 9 tot 24 vers 49, dan zal de blijde boodschap van redding, verlossing en genezing en doop in de Heilige Geest en de wederkomst emotioneel benadrukt worden, zoals ik dat graag doe. Want ik kan niet inzien hoe een persoon zo'n grote boodschap op een koude, berekende wijze kan brengen. Dit is de goede boodschap van blijde tijding. Zondaar, vriend, zie op Jezus en word gered. Raak de zoon van zijn kleed aan, zieke vriend, en word genezen. En prijs de Heer met blijde galmen, zoals in Lucas 8 vers 43 staat en ook in Psalm 150. Uw genezing is net zo de wil van God als uw heiligmaking. Waar werkelijk op goddelijke genezing gestaan wordt, is er een beweging. Daar zal ook gestaan worden op de heiligmaking. Jezus heeft in de arme Lazarus gezegd: ik wil, word gereinigd. Lucas 5 vers 12. Nergens zien wij dat hij ooit geweigerd heeft. Prijs de Heer. Zo ook de apostel Paulus aan de Hebreeën. In Hebreeën 12 vers 14 zegt hij: jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. In 1 Thessalonicenzen vers 4, hoofdstuk 4 vers 3: want dit is de wil Gods, dubbele punt, uw heiliging, opdat gij onthoudt van hoorderij. Tot slot van deze mooie prediking, lering, overdenking. Men kent de boom aan zijn vruchten die hij voortbrengt. En u vindt de goddelijke genezing bij mensen die dicht bij Jezus leven. Als het van de duivel was, dan zal het tegenovergestelde waar zijn. Mogen de God van Israël u zegen bij uw verdere studie in Jezus' naam. Amen.